Ik ben Tjalda van Grieken en ik ben gespecialiseerd kinderfysiotherapeut in het Juliana Kinderziekenhuis. Heeft uw kind X-benen? Dat is meestal helemaal niet erg. Vaak hoort het bij de normale ontwikkeling van de beenstand. Sommige kinderen krijgen X-benen als ze 2 of 3 jaar oud zijn. Bij veel kinderen groeien de benen vanzelf recht als ze ongeveer 8 jaar oud zijn. In de meeste gevallen is een controle of een behandeling niet nodig. Kinderen horen geen pijn en klachten te hebben van de X-benen. Ook moet het kind kunnen spelen zonder problemen. Heel soms merken kinderen dat de knieën elkaar raken. Bijvoorbeeld tijdens het rennen. U hoeft zich geen zorgen te maken als de benen een gelijke stand hebben. Als de stand vanzelf beter wordt tot de leeftijd van 8 jaar. En als uw kind geen pijn heeft aan de benen. U kunt erover nadenken naar de huisarts te gaan. Als de stand nog bestaat of erger wordt als uw kind 8 jaar of ouder is. Als er een afstand van 10 centimeter of meer is tussen de enkels. En als het ene been duidelijk anders is dan het andere been. Bijvoorbeeld een rechtbeen en een X-been. Twijfelt u na deze uitleg of de stand van de benen van uw kind normaal is? Uw huisarts kan goed inschatten of het nodig is om een gespecialiseerd fysiotherapeut of orthopedisch chirurg in het Juliana Kinderziekenhuis te bezoeken.